Wat is dat, Flynn? Heb jij de Piet nou gevonden? Ligt die onder het bed? Dat kreeg ik toen ik het bestelde als cadeautje erbij, dus ja. En dan mag komen net mooie toiletten met dat goud. Sinterklaas. Oh, daar houdt Sinterklaas van. Houdt oma van. Hij luidt toch niet op nu. Ja. De focus ligt nou wel ergens. Waar zou daar nou in zitten? Een leeftijd ook. Leeftijd ook. Maar dat is niet zomaar een auto. Die kan je helemaal uit elkaar schroeven, die auto. Olivia. Oh, wauw. Oh, Disney. Wauw, die is wel heel leuk. Oh, Flynn. Oh, ik ben Dennis. Oh, cool! Ik wil dat van jou ook doen, Flynn. Waar zie jou weer? Ja! En heb je hem ook doen, Flynn? Oeh! Oeh! Met mooie lampjes! Oh! Dat is... Uitgeput. Er moet een lijntje op de deur om er nog uit te komen. Zo, we zijn weer thuis en ik ga jullie even laten zien wat we allemaal hebben gekregen van de Sint. Ik ga jullie even hier zetten, dan zie je mijn, niet mijn hoofd, maar wel de cadeautjes. Wat is er? Niks hoor. Oh, Nikki is ondertussen de twee, we hebben zo twee van die kraskalenders en die gaat hij even open krassen. Olivia heeft dus een nieuwe winterjas gekregen, kijk hoe leuk. Super zacht en dan is ze net Bambi. Zo schattig. Echt heel leuk. Dus daar kan ze de hele winter lekker in zitten. En dan hebben we een schattig sjaaltje bij gekregen. Met bijpassende wanten. Dus die doe ik er lekker doorheen. Hey, en vraag meteen even in de vlog. Hoeveel mensen nou ooit iets hebben gewonnen. Behalve meer dan 5 of 10 euro met die decemberkalender. Ja. En of iedereen ook altijd 10 sterren krijgt. Want dat er ook echt mensen zijn die minder dan 10 sterren krijgen. Ja, dat je, want je moet er 11 dan. Ja. Oh, ja. Even kijken. Het volgende wat Olivia heeft gekregen is deze Disney Duplo. Van Belle en het Beest is zo leuk. Ik vind deze echt superleuk. En Flynn wil hem de hele tijd uitpakken. Ik zei nee, Flynn. Dat mag pas als je bij ons komt spelen. Ja, het is voor Olivia. En Olivia mag het eigenlijk pas uit. Mag het uitpakken, hè? Ja. En het is vanaf 2 jaar pas, eigenlijk. Dit is Lego. En je zou bijna denken dat het voor mij is, maar nee. Nicky had dit jaar Lego op zijn lijstje gezet. Dus hij heeft de, hoe heet deze? De Death Star Trench Run. Trench Run. Van Star Wars. Ik ben zelf niet groot fan van Star Wars. Alleen van... Wat ben ik nog samen met jou eigenlijk? Jar Jar Binks.
Maar die is dus helemaal niet relevant, begreep ik. In één film. Ja, die vind ik leuk. Dan een ander cadeautje van Olivia. Dat is deze prachtige controller. En die maakt geluid. En lichtjes. Kom en speel het spel maar mee. Nou ja, dat dus. Dus echt een gamer. Dan heeft ze een ambulance gekregen. Dan kan ze deze open en dicht doen. Dan heeft ze dit gekregen. Dat is wel grappig, want deze heb ik dus aan Flynn gegeven toen Flynn zo oud was dat hij hierin paste. En die hebben we nu teruggekregen. Ik vroeg laatst van, hebben jullie die nog? En toen hadden ze hem al ingepakt. Dus nu heeft ze weer een leuk Harry Potter pakje. Wat ze aan kan. Dit is maatje... Welke maat is dit eigenlijk? 86. Oh, dat duurt nog wel even voordat ze daarin past. Nou, dan heb ik deze game gekregen. Ik had dus allemaal bordspelletjes op mijn lijstje gezet. Dus dit is Magic Maze. En dat samenwerken moet je deze maze door de maze komen. En ik had nog een spelletje gekregen. Dat was Pandemic. Dat is wel een bekende. Ik denk dat mensen die van spelletjes houden deze wel kennen. Dus deze wil ik eigenlijk nu spelen. Maar ja, we hebben een verjaardag. Dus helaas. En we hebben allebei een chocolade hart gekregen. En Olivia heeft nog een heel leuk boekje. Daar is de L. En dat vindt ze super leuk. Want je kunt zo die flapjes op iedere bladzijde omslaan. En die heeft ze bij mijn ouders ook. En die vindt ze echt een heel leuk boekje. Vooral het einde. Want dan ziet ze zichzelf en dan gaat ze zichzelf kussen. Dat is altijd schattig. Hij is gewoon een baby. Oh. Dus dat zijn onze aanwinsten. Dus... erg verwend door de Sint dit jaar. Dankjewel Sinterklaasje. Ik zit in mijn gamekamer. Olivia is trouwens bij mijn ouders blijven slapen. Dus we hebben vanavond een avondje kindvrij. Dat is echt lang geleden trouwens. Ook bij mijn kamp gegeten. Ik voel me zo helemaal... Ik zit trouwens in de gamekamer, want ik vind hier de lichten wat meer... Ja, een beetje meer in de feeststemming. Omdat die lampen allemaal kleuren hebben. Maar ik voel me echt ontwricht nu Olivia er niet is. Is super raar, want het moet gewoon kunnen. Maar ik vind het zo raar als ik gewoon de verantwoordelijkheid niet heb. Ik voel gewoon 24/7 een soort verantwoordelijkheid. Terwijl ik deel natuurlijk met... Nikki, die heeft net zoveel verantwoordelijkheid voor. Maar het voelt zo... Ja, ik weet niet. Nou ja, dat voel ik niet. Dat raak je aan gewend. Maar nu ze er niet is, voelt het ineens... Voelt het gewoon weer alsof ik geen kind heb. Maar, want je voelt altijd nog een beetje de angst dat er iets kan gebeuren bij wat niet kan eigenlijk. Ja, ik weet niet. Ik moet eigenlijk wat vaker Olivia naar de oppas brengen. Zonder dat ik dan ga werken. Want kijk, ik ga altijd werken en dan word ik afgeleid van het feit dat zij er niet is. Omdat ik aan het werk ben. Maar nu, ja, ga ik naar een feestje. Ga ik iets voor mezelf doen, weet je wel. Ik weet niet. Het voelt gewoon zo gek. En ik weet ook niet waarom het zo gek voelt. Want het zou gewoon normaal moeten voelen. Denk ik. Ik weet niet. Het voelt gewoon raar. Het is echt een heel onsamenhangend verhaal. Maar ik kom niet zo goed uit mijn woorden. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Het is gewoon... Het voelt alsof ik incompleet ben op het moment. Terwijl... Altijd maar zorgen. Dat is helemaal niet... Dat maakt mij geen compleet persoon. Maar het voelt incompleet nu. Heel gek. Maar het is wel goed om eventjes niet te hoeven zorgen. En gewoon alleen maar met mezelf bezig te zijn. Dus ik dacht, weet je, ik ga ook gewoon op mijn gamekamer zitten. Ik hoef helemaal niet zachtjes te zijn. Want Olivia is het toch niet, dus ik kan lekker hard praten. Ik ga gewoon mijn haren krullen. Daar heb ik ook lekker tijd voor nu.
En dan gaan we naar de verjaardag van Laura. Mijn krullen zitten erin. Ik laat ze even afkoelen en dan kam ik ze uit. En ik dacht, weet je wat? Ik zet vandaag mijn hoed op. Deze. Want die zet ik helemaal niet zo vaak op. En ik vind dat het wel een leuke touch geeft aan een outfit. Ik heb een beetje een saaie outfit aan. En zo is die een stuk leuker. En het past er wel bij wat ik aan heb. Dus dit wordt mijn look. Nu ga ik even mijn make-up. Dat zit er nog op, maar heel licht. Ga ik iets heftiger doen, zodat het iets feestelijker uitziet. En dan kunnen we wel naar het feestje gaan. Ik ben ondertussen de vlogmas van Zoella aan het kijken. Zoe Stuck. Echt de leukste vlogmas die er is. Helemaal als je moeder bent. Ze heeft ook een kindje van 1 jaar. Heel leuk. En een grote inspiratiebron voor mij. Dus ja, dat zul je wel zien, denk ik. Ik ga nu mezelf verder mooi maken. Ik ben by no means een make-up artist of expert, want ik doe echt bijna nooit make-up op. Maar vandaag heb ik een goudglittertje op mijn ogen gedaan, want het is feest en ik heb dus deze hoed opgedaan. Just for the fun of it. En dit zijn de krullen geworden. Ik heb ze een beetje uitgetrokken. En ja, dit is mijn look van mijn hoofd. Nu ga ik naar beneden kijken hoe ver Nikki is met voetbal kijken.